Ja, afgelopen vrijdag is de K-80 officieel opgericht. Waarom de K-80? Ja, de K-80 uh, als belangenorganisatie, als een netwerkclub voor de kleine gemeentes. Wat ons betreft van groot belang, omdat we twee jaar geleden merkten bij de herverdeling van het gemeentefonds dat er eigenlijk niet echt een, een club was die zich uh, hard maakte voor de, voor de kleine gemeentes. En dat is belangrijk, want en, nou, we willen samen opkomen voor de gemeentes tot 20.000 inwoners. En, het is ook goed om als kleine gemeente samen te werken. En die twee punten die komen eigenlijk samen binnen de K80. Er zijn ongeveer 60 gemeentes die bij de oprichtingsbijeenkomst aanwezig waren. We mikken op alle gemeentes, uiteraard, die uh, tot 20.000 inwoners hebben. Als we dan kijken naar de inhoudelijke thema's waar kleine gemeenten druk over gaan maken, uh, kun je daar voorbeelden van noemen? Belangrijk is denk ik dat we vorige week ook hebben afgesproken dat we met al die leden de inhoudelijke agenda in de komende maanden gaan vullen. En nou, omdat we echt van onderop willen kijken, wat zijn nou thema's die voor kleine gemeentes belangrijk zijn? Maar natuurlijk hebben we daar ook al over nagedacht. En dan moet je echt denken aan thema's die ook in het kabinet genoemd worden. Bijvoorbeeld de woonagenda. Wat kunnen kleine gemeentes daaraan bijdragen? Op het gebied van duurzaamheid, het sociaal domein. Dat zijn punten waar je als kleine gemeentes eigenlijk een heel typische karaktereigenschap hebt. Namelijk, je staat heel dicht tegen die burger aan. Nou, dat is volgens mij van hele grote toegevoegde waarde, ook voor toekomstig beleid. Het tweede uh, wat we ook belangrijk vinden, en dat is meer naar de kleine gemeentes zelf toe. We willen meer gaan samenwerken. Kleine gemeentes met allerlei uh, allrounders in zo'n organisatie, zijn misschien nog als uh, naar zichzelf gekeerde, niet naar andere gemeentes toe. En juist door dit, uh, door dit nieuwe netwerk ja, hebben we ook de mogelijkheid om samen met andere kleine gemeentes krachten te bundelen. Ja, het is natuurlijk opgericht in de digitale tijd. Staat er iets in de planning? Zeker. Ik zou tegen al die gemeentes die er niet aangesloten zijn willen zeggen: sluit je aan. Uh, medio juni komen we ook met een fysieke bijeenkomst. Met een heel leuk inhoudelijk programma. Waar we samen verder willen bouwen aan die inhoudelijke agenda. Ja, en alle kleine gemeenten zijn welkom. Graag zelfs.